Als samenlevingsopbouw werken wij aan onderbescherming, ook in dorpen. Onderbescherming wil eigenlijk zeggen dat er heel veel bestaat aan hulp- en dienstverlening voor mensen. Heel veel premies en tegemoetkomingen om mensen te ondersteunen, maar dat mensen vaak de weg niet vinden. Zeker in plattelandscontext is dat het geval door het terugtrekkend voorzieningennetwerk en dienstverleningsnetwerk. En door concepten als zorgnetwerken, door concepten als mobiele lokale dienstencentra, brengen wij eigenlijk de diensten en de informatie over diensten een stuk dichter bij de mensen, ook in de dorpen.